Kijk, wat ik bijvoorbeeld nu zou doen, als ik dit achter zou komen, dan zou ik denken van, nou weet je, maak gewoon een nieuwe aflevering. Of ik ga gewoon opnieuw beginnen met de aflevering bouwen. Dan gaat het wel iets langer van duren, maar ik heb nog wel tijd. Ik weet niet of jij nog tijd hebt. Ja, ik heb nog genoeg tijd. Het is kort over. Prima, oké. Nu weten we ook wat we moeten doen. Ja. Dus als je even helpt met afbreken, dan zijn we er zo doorheen. Ja, wacht heel even. Ik moet even mijn computer in opladen doen. Zo gebeurt. Oh, oké. Misschien heb ik het al weg voordat je er bent, joh. Ja. Nou, ik vind je heel goed in bouwen, dus weghalen kan je waarschijnlijk ook wel goed. Ja, het gewoon, je kan je muis ingedrukt houden en dan gaat het wel echt veel sneller. Ja, daarom. Kijk, die foundations ik draai hem om en alles is bijna alweer weg. Ja, toch? Ja, dat hoeft niet zo lang dat te duren. Dat is ook wel vet, dat raampje daar. Kunnen we bijvoorbeeld een... raampje? Zeg maar wat. Zo'n, net zoals je in je boot, dat je dan naar buiten kan kijken. Dat ziet Tuurlijk. Zo'n batterijspoortje of zo. Ja. Maar inderdaad. Maar dat zal met deze, als we nu die nieuwe manier gebruik maken van bouwen, dan kunnen we waarschijnlijk wat sneller aan de slag. Het enige wat ik nog graag zou willen, ik weet niet of dat gaat lukken, dan moeten we even proberen om de, als we de foundations onder de vloer kunnen zetten, of onder de grond zeg maar, dan sluit hij aan en dan gaat hij dus niet zweven. En dat is wel wat dikker zeg maar. Ja. Dus dan moeten we dat even proberen. En zweven vind ik hem ook wel vet. Ja, maar dan zou je juist, dan zou je hem juist echt een stuk boven de vloer moeten bouwen. Ja, dat is wel moeilijker. Is dat zo? Gaat wel, denk ik. Maar dan moet je hem wel echt een stuk boven de vloer bouwen. Alleen het is alleen lastiger om, zeg maar, je moet de hele tijd naar boven klimmen. En dat is gewoon een beetje naar. Ik denk dat het niet voor mij, met mijn beukende poppetje, ik denk niet dat dat gaat worden. Nee, dat is niet ideaal, hè? Nee, want misschien dan heb ik het helemaal niet door. Loop ik er per ongeluk af of zo. Nou, ik ga even kijken of het level hier een beetje naar beneden gaat. Kijk, hier is die wel redelijk laag. En dan zou je misschien... Oh nee, je kan geen foundations maken die helemaal onder de vloer zitten. Nee, oké, we gaan gewoon blijven bij wat we hadden. Ja, precies. Ik kom er even met een auto aan. Ik heb namelijk nog nooit in een auto gereden. Nog nooit? Nee, ik heb dus wel, denk ik, een week. Oh, pas op, Weet je wat ik me afvraag? Kun je of, nee, laten we dat niet doen. Ik vraag me af of je mensen dood kan slaan als ze in de auto zitten. Maar... Dat zou echt leuk zijn. Nou ja, dat is wel moeilijk. Maar het zou gewoon trollend zijn. Dan kom je zo langs. Hey, boom. Ja, maar dat is best wel een grote kans dat je aangereden wordt, hè? Ja, dat is wel zo, Oké, wacht. Ik doe deze auto even daar. Remmen. Nee, niet door. De shift ingedrukt houden. Ja, volgens mij staat daar perfect. Ja. Het enige wat we nu nog niet hebben is zeg maar de voorkant van de boot. Ja, volgens mij kan je hier weer en dan kan je hier weer schuin gaan. Als je snapt wat ik doe. Dan maak je nu moet je dan gewoon denk ik zo hier waar ik sta zo. Dan dat het ook echt een voorkant wordt. Ik denk dat ik wel een idee heb van wat je bedoelt. Kijk, dan moet je hier dus wat foundations neerplanten. Ja, dat ja. Ik zie het nu al. Dan ga je zo, diagonaal ga je deze kant op en dan heb je zo'n... Precies. Even kijken. Het is alleen jammer dat hij dan niet schuin is. Kijk, want je kan dus wel dit doen. En dan misschien moet je dan die, je net als zijkant hebt gebruikt, dan moet je dat dan ook weer hier doen. Als voor het zijn aan de voorkant. Ja, hier misschien, denk ik. Zoiets. Ja, het is... Ja, weet je wat laat ik... Bijvoorbeeld, kijk. Waar kon je die ding vinden die jij gebruikt hebt? Wat die in... Welke die houten dingen die je als zijkant op de hoek gebruikte, zo. Ja, maar wat je dan moet doen, is dan moet je... Die moeten op een muurtje zitten. Dus dat is best wel lastig. Want dan moet je sowieso eerst een stukje omhoog. En dat past dan niet zo goed. Dus ik denk dat het makkelijker is voor nu om het gewoon met op deze manier op te lossen. Ja. Even kijken. Hier dan dit bouwen. Hij moet, kijk, twee vloeren breed zijn. En dan zou ik het liefste zou ik hier gewoon een vloer opknallen. Maar dat lukt volgens mij niet. Ik weet het niet. Want zeg maar, nu is het een betonnen vloer aan de onderkant. En dat is natuurlijk niet heel erg bootachtig. Dus dan zou misschien, je bijvoorbeeld... Ja, misschien moet je de weghalen en dan hout. Ja, maar je kan daar geen...
Ja, maar je kan. Ik denk dat je er hout overheen plakken, maar dat lukt volgens mij heel slecht. Is dit de bedoeling? De schuine. Nee, dat is niet te doen. Oké, daar hou ik hem op. Maar meestal als ik uitschiet, dan los ik dat wel daarna pas op, zeg maar. Ja. Nee. Vloer, hout, groot. Ik denk dat het wel te doen is om zeg maar hier zo'n houtvloer te maken. Ja. Op deze manier zo. Rob, je wordt geroepen! Ja, mijn moeder. Er staat volgens mij iemand voor de deur. Dat drukke schoolleven. Oh man, school is zo zwaar. Oh. Even kijken. School is niet zwaar trouwens. Hiero. Oh ja, dit ziet er echt vet uit. Zo gaat hij Deze. goed, toch? Ja, Ja. hier. En En dan dan. wordt hier aan de binnenbuitenkant. Yep. Misschien kan jij die muur even doortrekken. Ja, is goed. Zo En dan doen. moet hij hier iets oplossen met die vloer. Kijken hoe we dat gaan doen. Geen idee. Laten we dit misschien. Even kijken. Ja, dan moet ik. Ik weet het niet. Dat is best nog wel lastig, zeg. Laten we het hier met hout een beetje Deze makkelijk van goed. afmaken. Doe het gewoon Deze zo. goed. Deze is goed, hè, welke ik heb geplaatst. Ik weet niet wat je hebt gemaakt. Ik kan niet zien. Deze muur hier. Ja, gaat goed. Ja, trek hem maar door. Lekker. Oh, ik heb de Oela, verkeerde oela, weg oh. gehad. Oh, shit. Ik moet hier nog even wat betonnen vloer geplaatst. Die, 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 die. Misschien dat ik het later nog wel repareer. Dat ik het beter maak. Maar ik doe het nu wel even zo. Zo, 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 zo. Ja, heel goed. Oh, wacht. Oh, ik heb het gisteren gemaakt. Nou, dat fixen we zo meteen wel. Laten we even focussen op de buitenkant. Anders Ja. zijn we heel lang bezig. Aan de achterkant denk ik dat we het gewoon zo dichtmaken. 2, 3, 4. Prima. Maak je even de Heb ik een betonnen. vergissing gemaakt? Volgens mij. Ja, wel. Oh, sorry man. Wat? Ja, ik heb een vergissing gemaakt. Hij moet eentje meer naar binnen. Hij moet hier zo. Nee, hier zo zijn. Wow, wat gebeurt er? Ik sta opeens. Oh ja, wel, ik kan het weer allemaal zien. Stop met plaatsen. Waar moet hij heen? Oh, er moet eentje naar binnen. Want ik dacht al, want je had hier geen foundation geplaatst. Ja, nou die foundations heb ik gewoon een beetje op de frame. Oké, nu gaat 1, 2, 3, punt. 1, 2. Hè? Hoe kan dat nou? Hier moet toch dan een vloer. Dus dan heb ik hier een vloer en dan hier een vloer. Demolish dit. Wacht eventjes hoor, ik moet het even Oh uitzoeken. Dat ja, is best wel. sorry. Geen idee, geen idee. Aan de binnenkant ziet het ook wel vet uit op zich. Oh, ik weet hoe het komt. Ja, het klopt wel. Alleen. De. Nou, ik heb de buitenkant niet meegerekend. Dat had ik moeten doen. Oh. Dus ik klim hier Kan ik even. dus nu verder bouwen met die muren of? Nou, wacht even. Is goed. Doe, doe, doe. Ja, het kan. Ja, het klopt. Zo, hè? Dat is een beetje uitmeten. Oh, dit kunnen we trouwens. Deze stukjes kunnen we vervangen. Oh, we hebben die niet eens nodig. Laat ik het gewoon weghalen. Bam, 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 bam. Wow. Wat gebeurt? Oh ja, hij doet het weer. Oké, dan ga ik aan de buitenkant hier zo nu die buttresses plaatsen. Die steundingen, waardoor Ja. het op een boot gaat lijken. Die zitten hier. Klang, Volgens klang. mij heb ik nu de. Kunnen we aan de buitenkant hetzelfde, of aan de achterkant het ongeveer hetzelfde doen, maar dan iets Nee, anders? ik zat aan de achterkant van de boot, is altijd plat, weet je wel? Ja, oh, ik snap. Ik Ja. dacht dat dat. Je hebt alleen, Ja, je bent hier precies. eentje opgeschoven met de muur. Heb je dat Huh? gezien? Nou, kijk, ja. Oh. Oh mijn god. Maakt niet uit. Volgens mij kwam het omdat ik op dat moment vastliep. Oh, daardoor kwam het. Oh, oké, okay, prima. Mijn computer die. Ik kan niet zoveel houden, denk ik. Oh, wacht, dat is. Ik heb het Daarom. al Oh. gefixt.
Ja, ik haal de Klaar. beamskimmer weg. Oh, wacht. Ja, dan moeten we hier even een deur hebben. Wat ook al vet is, is dat je een vanaf de andere kant een ramp daar naartoe, weet je wel? Dat je gewoon, net zoals je over het water heen moet, dan heb je toch ook zo'n soort van, hoe zeg je dat, een bruggetje. En dan moet je dan naar de boot toe. Dat kunnen we hier ook op zich wel doen. Een soort van steiger of zoiets. Ja, dat je gewoon naar de omhoog moet lopen om naar de boot te komen. Lachen. Ik denk dat dit wel een beetje is wat we willen. Die heb ik We nodig. kunnen hier een ramp maken. Wacht, ik kan het misschien. Kan ik het wel laten zien? Zo. Wacht. Kan dat hier? Of, oh, wacht Ik even. maak hier ondertussen even de vloer dicht. Ja, dat is goed. Zo, 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 zo. Die erbij. Hier en die. Nice man, dit wordt echt wel. Het is een beetje suf dat we net op die manier zijn. In die volgorde, zeg maar, zijn Ja, achtergekomen. dat Ik kan dacht namelijk: gebeuren. van hoe ga je dit bouwen? Maar toen dacht ik: oh ja, wacht, je hebt hier dat item. Dit is al een stuk vetter. Ja, klopt. Volgens mij heb ik de verkeerde, maar ik weet niet. Ja, of niet? Jawel. Alleen, weet je wat we hier moeten doen? Kijk, hier maakt het nogal uit. Hier, deze muur moet even weg. Zo. En als we dan eerst hier een laag houten muurtje hebben. Zo. Dat ziet er, ja, het Dan ziet er kun je, echt super uit. zeg maar, hier ook bijvoorbeeld van die muur hebben, zeg maar, met een. Oh ja. Wat we ook kunnen doen is een oven in de achterkant zetten. Bijvoorbeeld, je hebt toch van die boten waar je kolen in de oven moet doen. Dan doen ze het. Stoomboot. Ja, dat ja. En dan. Technische term. Ja. Maar dat kunnen we op zich wel hier plaatsen. Ja. Dat ja, we kunnen dit zo meteen wel eventjes aanpassen daarvoor. We moeten alleen nog wat verdiepingen in die boot gaan hebben. Even kijken, kun je bovenop zo'n buttress verder bouwen aan een muur? Oh nee, dat is jammer. Maar dat moeten we dan even oplossen. En de manier waarop ik gedacht had dat dat kan, is gewoon door hier foundations neer te zetten. En dan waar? Omhoog te bouwen. Waar ben je nou? Ik ben hier achter je. Oh ja, Kijk, ja, als je nou hier zo eerst een foundation plaatst, kleine foundation, ja. En dan plaats je Hoog, daarop een hoge muur en daar weer een hoge muur, zeg maar. Dan kun ja. je dan hier zo de onderkant kun je dit weer weghalen. Zo, zo, zo. Oh ja. Klang. Hatse flats. 10 keer beter. Ja. En dan kun je tenminste hier zo rechtdoor bouwen. Ja. Hoe lang denk je dat dit nog gaat duren? Ja, ik heb geen idee. Nou, ik heb geen idee. Nou, ik denk dat we nog een uur bezig zijn of zo. Oké. Trek je dat? Of moet je zo eten? Nou ja, wat mijn vriend moet 5 uur weg. Oké. Nou, weet je wat we wel kunnen doen? We kunnen nu wel eventjes een beginnetje maken met het maken van de aflevering. Ja. Zeg maar met de resten van en zo. En dan bouwen we de boot wel een andere keer af. Dus dan, dan zou ik bijvoorbeeld zeggen van, dan doe je hier de outro. Wacht, dan ga ik erin zitten. Ga je erin zitten? Oké, prima. Dus dan, maar stel dat we dan in de aflevering zaten en zag je bijvoorbeeld van, iets van, nou kijk, de boot schiet al lekker op. We gaan de volgende aflevering gaan verder met bouwen. Anyway, ik hoop dat je een leuke aflevering vond. Als je een leuke aflevering vond, laat dan alsjeblieft een like achter. En laat in de comments als jij nog tips hebt voor het bouwen van een boot. Ja, wij komen er wel uit. Maar als je nog vette tips hebt, misschien zoals Robbie net zei, dat die oven of zo erin komt. Ik weet niet. Dat zou wel vet zijn. En dan hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens. Dan moet je ook even tot ziens zeggen. Tot ziens. Kijk, chill. Ja. Oké, we zijn nu weer uit de game en nu gaan we eventjes beginnetje maken met het editen van spullen. Dus, even kijken, hier heb ik mijn Fortresscraft map, hier is de map voor het Robby project. Project Robby! Ja. Waarom is dit een tekst? Wel een leuke naam, Robby project. Ja, super geheim. Nou ja, ja. En wat ik dan doe, kijk, dan heb ik hier zo heb ik dus mijn opgenomen video's. Kun je ook zien in Action, mijn opnameprogramma, zie je hier zo. Oh ja.
Dit zijn wat we vandaag allemaal hebben opgenomen. En ik heb per ongeluk nog een paar keer op het knopjes geduwd. Dus het zijn iets meer takes dan dat het normaal zijn. Oké, dus nu komt Vegas. Sony Vegas Pro. Dat is het programma dat ik gebruik om te editen. Zo ziet het eruit. En het eerste wat ik dan doe, is dan gooi ik die filmpjes gooi ik erin. Ja. Ja, dat duurt eventjes. Kijk, en dan gaat hij hier zo... zegt hij building peaks. En dan gaat hij de... Hier, dan gaat hij het geluid uitrekenen. Dus dat duurt eventjes. Ze moeten even wachten. Ja. En dan zie ik zo wel het thema als het af is. Het geluid is uitgerekend. Kijk, ik weet al van mezelf dat deze takes, die horen er niet bij. Maar dit is alles wat we vandaag ongeveer gedaan hebben. Dus dit zou ik dan achter elkaar zetten. En meestal, dan proberen we bijvoorbeeld... begin ik gewoon aan het begin met kijken... Dus kijk even. Opnames. Hier, dit is het stuk dat we voor de opname. Voor de opname hebben we dit besproken. En meestal dan kijk ik een beetje naar een geluid. Kan je bijvoorbeeld zien, kijk, die groene ben ik. Ja. En dan zie je dat ik hier heb ik even een poosje niks gezegd. Omdat we, volgens mij waren wij toen aan het praten. Ja, inderdaad. Toen waren we het aan het voorbespreken nog een beetje. En als ik dan hier even niks zeg, dan gok ik dat hier het begin is. Dus dan luister ik eventjes. Ik ben super blij. Ja man, ik denk, dat klinkt super leuk. En... Oh nee, dat is niet hier. Misschien is het hier. Hier zie je ook dat ik heel even niet gepraat heb. Als ik hier inzoom. Hier zo. Oh ja. Even luisteren. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een speciale. Nou ja, dit is het begin. Oké, dan druk ik S om te knippen. Gooi ik dit stuk weg. Oké, dus dan heb ik in ieder geval het begin hier. Nou, ik weer een beetje aan het begin van het filmpje. Niet helemaal aan het begin. Dat gaan we zo meteen zien waarom dat is. Nou, en dan kijken ze het elke stukjes terug. Hier zo. Of terug willen gaan. Bijvoorbeeld Again Skies willen kijken. Ja, dan kun je hier kun je zo allemaal achter elkaar kijken. Maar dan moeten ze natuurlijk wel netjes op volgorde staan. Ja. Dus dat is ook iets dat je bij kan houden. Nou, en dan, omdat we toch wel aan YouTube zijn, kunnen we bijvoorbeeld gaan naar... Oké, volgens mij is dit het moment om te knippen. Hier zo. Hier is volgens mij het moment om te knippen. En dan begint dit filmpje. Dit de volgende stukje. Begint hier. En dan zie je al aan het geluid van... Nou, hier begin ik met praten. Ja, want ik was best lang stil volgens mij. Ja, maar we waren heel eventjes gestopt. En toen gingen we verder. Ja. Dus dan kijk ik hier. Oké, dus we zijn hier in de videomanager. En dit is eventjes zaak. Nou, dus hier zie je van, oké, hier begin ik weer met verder te gaan. Oké, dus dan dit stuk moet iets korter, moet tot hier. Bijvoorbeeld gaan naar... En dan plak ik dit erachter. Oh, excuus. Nee, ik druk op het verkeerde knopje. Dan kijk ik... En zo zet ik dan die stukjes achter elkaar. Even luisteren. Het is wel handig. Oké, dus we zijn hier in de videomanager. Nou, dat duurt een beetje lang, dus dan probeer ik... Zit hier een beetje lange stilte, dus die probeer ik nog iets korter te maken. Weer even kijken. Oké, dus we zijn hier in de video... Nou, dat is wel goed. Qua geluid, je zag dat het scherm hier op zwart ging in dit stukje. En dat heeft hij soms, dan moet je het even opnieuw laden. Dus ik zal even dit opslaan. Dat had ik ook bij Skype, toen je SharePlay had gedaan. Oké, soms gebeurt het eventjes. Maar ik ga hier eventjes... dit bestand opslaan, Project R, zo. En als ik dan deze even afsluit, dan open ik hem opnieuw, dan is die vaak weer goed. Ja. Ja, soms dan heeft het programma een beetje kuren. Okay. Ja, dat heeft mijn computer dus. Kan houden. Nou, en dan, omdat we toch wel aan YouTube... Ik ga even de overgang bekijken. Naar... Ja. Oké, dus we zijn hier in de videomanager. Prima. Goeie overgang. Nou, zo zet je dan al die stukjes aan elkaar. En soms dan kijk ik ook van, nou, is dit wel echt een interessant stukje of niet? Hier komt bijvoorbeeld een heel lang stuk. Wil ik dat allemaal dan in hebben? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet bijvoorbeeld, toen we net Hurtworld aan het opnemen waren... Ja. Dat we erachter kwamen dat we het op een betere manier konden doen, weet je nog? Dat kunnen we er op zich wel in doen. Ja, maar dat is wel een leuk stukje, want dan denk je van... Ja, daarom. Dat is wel grappig, maar dat is... Meestal doe ik aan het begin van het filmpje doe ik even een kort stukje waar iets gebeurt. Dat je denkt van, hè, of wat gebeurt hier nou, of dat is interessant. En dat gebruik ik dan als intro. Dus ik weet alleen niet waar dat is. Ik kan het misschien wel zo'n beetje zoeken. Hier zo.
Hier was het nog goed. Hier denk ik hoorde wel... Hoorde je mijn stem ook wel goed? Of? Ja, ik hoor het goed. Okay. Dat even hier, ik denk dat het hier zo ongeveer is dat ik achter kwam. Ik ga even luisteren. Doei doei. Later. Ik had dit bedacht. Oh, gaat dit lukken? Volgens mij wel. Sick. Oh, dit is veel beter, man. Wat moet je zien. Holy shit. Dit lijkt echt super... Oké, dus dat is wel een grappig stukje. Ik ga ook echt heel droog aanlopen. Waar ben je? Ja. Laat ik even kijken waar het stukje precies begint. Sick. Oh, dit is veel beter, man. Wat moet je zien. Holy shit. Dit lijkt echt super... Oké, dus dat is wel een grappig... Dat zijn een paar seconden die wel leuk zijn. Die, dan, die knip ik dan eruit. Yeah. Knip en dan zet ik het weer aan elkaar. En dan maak ik een klein beetje ruimte door het op te schuiven. En dan zet ik dit aan het begin. Splam. En dit is dan het begin van de aflevering. Dus als je aflevering begint, dan zie je dit. Dat is gewoon een voorstukje van wat er gaat beter, gebeuren. Man. Ja. Moet je zien. Holy shit. Dit lijkt echt... Alleen je praat hier doorheen. Nou, dat geeft niet. Dat kan gebeuren. Maar dat ga ik dan even zo muten. Zo. Sick. Oh, dit is veel beter, man. Oh, man. Moet je zien. Holy shit. Dit lijkt echt... Maar ik breek... Kijk, ik moet even goed zoeken. Man, moet je zien. Holy shit. Dit lijkt echt... Misschien iets langer. Dit lijkt echt superveel meer op een boot. We hebben... Superveel meer op een boot. Zie je hier? Dit is het woordje boot. We hebben... Dus dan... Ik weet niet of... Kun je mij ook horen, zeg maar? Nee, toch? Je kan alleen maar mijn stem horen. Zeg maar, je kan alleen horen als ik nu praat, maar niet in het filmpje. Klopt dat? Nee, dat kan niet horen. Ah, oké. Nou, dat zie je dan straks al in de aflevering. Oké, dus... Ja. Voor de mensen thuis. Het lijkt echt superveel meer op een boot. En dan is dat is een goed moment voor het begin van de aflevering. Oké, dan ga ik terug. Dan heb ik hier zo. Nee, niet hier. Robbie. Nee, niet Robbie. In Hurt World. Kijk, hier zo heb ik allemaal bestanden voor Hurt World. Ja. Een van die bestanden is het liedje dat ik altijd gebruik. Zo. Dus dat zal ik er even in plakken. Oh, jeetje. Nou. Zo, hier. En dan normaal zit er hier een thumbnail. Zo. Ik gebruik even een oude thumbnail. En dan ziet het er... En dan dit kan ik eventjes iets korter maken. Zo. En dan... Kijk, ik selecteer even alles. Dan selecteer ik deze weer uit. En dan maak ik van de rest... Maak ik een groep door op G te drukken en dan kan ik kijken, als ik nu loop te slepen, dan sleep ik dit allemaal. Dat is wel handig. Dan sleep ik stuk voor stuk. Precies. Want het hoort bij elkaar. Dus sleep ik dit even bij elkaar. En dan ga ik nu de timing hier bepalen. Vaak is die thumbnail een beetje te lang. Dus dan moet ik even kijken. Dus probeer het even. Hey, hallo man. Dus hier zo moet hij komen. Hier, zie je, hier beginnen we met praten. Zo mik ik dat een beetje uit en dan zorg ik dat het over hier zo. Hier zie je dat die filmpjes liggen over elkaar heen, het plaatje en het filmpje. En dat ziet dat die hier zo die strepen hebben en dat er staat een 0,8. Dat moet dan ongeveer, het moet iets minder dan een seconde zijn, dus dat is wel goed. En dit is nu een beetje luid, maar dat fix ik straks wel. Dus nu ziet het er zo uit. Sick. Oh, dit is veel beter, man. Hoorde je hem ook zeggen, waar ben je? Ja, wacht even het stukje luisteren. Komt-ie. Oh, dit is veel beter, man. Oh man, moet je het zien. Holy shit, dit lijkt echt superveel meer op een boot. Hey, hallo allemaal, welkom bij een speciale aflevering, namelijk Morten en Robbie maken... Kijk, zo, dat is goed. Nou loopt het lekker in elkaar over. Dus dat is eigenlijk het begin van de aflevering. Ja. En wat ik dan ook nog wel eens doe, is... Dan voeg ik hier een spoor in en dan heb ik... Een overleg gemaakt voor Hurt World. Oh, maar dat werkt eigenlijk niet, omdat deze aflevering is eerst in... eerst bekijken we YouTube en daarna Hurt World en dan bla bla. Dus dat ga ik dan nu niet doen. Oh. Verkeerd voorbeeld. Haal deze maar weer weg. Delete track. Zo. Oké. Dus stel dat nu de rest van de aflevering hier aan de achterkant zit er nog wat gaten in. Maar stel dat af zou zijn. Ja. Dan heb ik eigenlijk... en deze... Wacht eventjes. Laten we eerst even naar de thumbnail kijken. Voordat we verder gaan. Want de aflevering is bijna af. Alleen deze thumbnail die is nog oud. Dus daar moet ik even een andere voor maken. Laten we dat dan gaan doen. Dus dit is nu al klaar. En dan moet ik een goed plaatje zoeken, zeg maar, om als thumbnail te gebruiken. En dan gebruik ik meestal iets van uit een aflevering. Dus ik zit hier een beetje te zoeken. Van wat is hier een goede scène?
Dat is een goed stukje, zeg maar. Hoop. Oh. Het zat een beetje... Hebben we hier nog... Misschien op het einde dat we een beetje afstand houden van die boot. Dat we het goed beter kunnen zien. Of ja. Hier zo. Dat we daar in die auto zitten. Ja. Dat is op zich wel leuk, maar dan moet ook wel die boot er een beetje op. Misschien dat we... Kijk, dit is als ik terugspoel. Zo. Ja, dus stel dat de boot af zou zijn, dan zou dit best wel een goed plaatje zijn. Hier zo. Maar oké, laten we dit gebruiken. En dan gebruik ik dit knopje. Dan maakt hij van dit plaatje maakt hij een screenshot. En dan ga ik naar Hurt World en dan open ik de vorige thumbnail die ik had. Ja. Meestal recycle ik dan een beetje zo die spullen die ik al heb. Dus hier zie je dan, bam, zie je de indeling van die thumbnail. Het is niet zo ingewikkeld. Dan staat het logo en de tekst staat al goed in het goede lettertype en zo. En dan plak ik hier, plak ik dan de screenshot in, Ctrl-V. Je moet dan eventjes op de goede laag zetten. Zo, zoom een beetje uit. En dan zeg ik een beetje dit plaatje goed, zodat het lekker in beeld is. Zorg dat ze de boot ook goed kunnen zien. En dan zeg ik bijvoorbeeld hier als aflevering... boot bouwen met Robbie, bijvoorbeeld. Nou, dat is een beetje veel tekst, dus dan moet het even wat kleiner. Woop. Hero, zo boven in beeld. Ja. Goed, goede thumbnail. En dan controleren eventjes door een beetje uit te zoomen. Tot hier kan ik het lezen. Ja, mag misschien nog wel weer iets groter. Want je moet het goed, in de gaten. Kijk, normaal als je een thumbnail, kijk, als je zo bezig bent met maken, dan denk je van, nou, ik kan alles heel goed zien. Kijk, ik kan zelfs de poppetjes zien zitten in de auto. Maar als het dan op YouTube komt, dan ziet het er zo groot uit. Maar dan kan ik nog steeds zien dat dit een auto is, dus dat is wel goed. Misschien moet de auto wel iets omhoog. Dus een beetje zo passen. Zo, prima. Ja, oké, nu kan ik alles wel zien. En dan zeg ik, opslaan als... Ik gebruik altijd hotkeys voor alles. En dan ga ik eventjes naar die Robby map. Dus dan zeg ik hier, thumb Robby. Dat is een beetje dus zoals ik mijn thumbnails maak. En die sla ik ook op als JPEGs, omdat YouTube dat leuker vindt om als JPEG te hebben. Ja. En dan ga ik terug naar, naar het filmpje. En dan zet ik die hier erin. Robby. Yep. Thumb Robby. Sleep dit erin. Ja. Pas de tijd aan. Nou, en dan zou dat allemaal goed moeten zijn. Dus dan is eigenlijk het filmpje af qua... waar alle plaatjes komen en wat het filmpje allemaal inhoudt. Ja. En dan gaan we naar de volgende stap. Dus nu hebben we de video geëdit en hoe noem je dat? De thumbnail gebouwd. Dus de thumbnail die kan ook zo op YouTube. Die herbruik ik, zeg maar. Ja. Wat we moeten doen, is we moeten zorgen dat het geluid moet nice klinken. Want nu zie je bijvoorbeeld, hier zie je dat dit rode stukje bijvoorbeeld, dit is waar jij praat. Ja. Is veel groter dan wat ik praat hier. Bijvoorbeeld hier, dus zie je dat groene? Dat is veel kleiner, veel minder naar buiten, zeg maar. Ja. Dus dan ga je jou veel harder horen dan dat je mij hoort. En wat je eigenlijk moet willen, is dat het geluid moet er een beetje zo uitzien zoals hier. Misschien als ik dit een beetje groter maak, dan kun je dat beter zien. Kijk, het zit zeg maar niet tegen de rand aan. Ja, hier een heel klein beetje. Dus dan, dat is meestal niet zo mooi. Maar als het bijvoorbeeld zo zit, dan is het... redelijk dicht bij de rand, maar niet heel erg. Maar bij mij is het juist... hier zie je, dit is helemaal niet dicht bij de rand. Er zit nog een heel stuk tussen. En ik kan bijvoorbeeld ook laten zien... als ik even uitzoom... hier zo bijvoorbeeld. Hier zie je dat het een beetje... hier zit zo'n lijn, zie je? Dat als je... dat het... ja. Hier zit... en als je dit gaat terugluisteren... zullen we even kijken wat hier gezegd wordt. Ja. En jij kan het niet horen. Het is, nee, het klinkt heel erg hard. Je kan het misschien niet horen. Jij kan het niet horen, Robby, maar het klinkt heel erg hard. Nee. En dat moet je dus zien te vermijden. Dus wat ik meestal aanraad is om niet al te hard op te nemen. Dat het mooi binnen een bandje blijft, zoals ik het hier heb, zeg maar. Kijk, het zit dus nergens in de buurt van de rand. En wat ik dan doe, is dan... Je kan twee dingen doen eigenlijk. Of ja,
is eigenlijk de makkelijkste manier om te doen, is gewoon zeggen van, ik ga het filmpje renderen. Maar dan render ik het niet als een filmpje, maar als een MP3-bestand. Wacht even terug.